Goedendag. Centraal-Europa moet zich schrap zetten op extreem noodweer. Een lage drukgebied gaat namelijk voor veel regen en ook sneeuw zorgen. Dit kon nog wel eens het beeld zijn in Oostenrijk later deze week. Tot bijna 1000 meter gaat er namelijk enorm pak sneeuw vallen. Maar na sneeuw wordt er ook dus enorm veel regen verwacht. En dat heeft alles te maken met een lage drukgebied dat momenteel ontstaat boven het noorden van Italië. Een zogeheten Genua-laag. En dat ontstaat wanneer koude lucht vanaf het Poolgebied richting Zuid-Europa afzakt. En in het najaar dat in aanraking komt met warm zeewater van de Middellandse Zee. Nou, de Middellandse Zee is op dit moment recordwarm. Op sommige plaatsen bijna wel 30 graden. En dan ontstaat er zo'n lage drukgebied. En dat lage drukgebied gaat de komende dagen zo'n beetje boven Centraal-Europa rondtollen. En laat enorm veel regen in die regio achter. De komende 5 dagen kan bijvoorbeeld in Tsjechië, maar ook in Oostenrijk, als het zuiden van Polen, zomaar eens 200 tot zelfs 300 mm aan regen vallen. Heel lokaal gaat de Oostenrijkse Weerdienst zelfs uit van 400 mm regen. En u moet zich voorstellen dat water moet allemaal via de Donau naar het oosten worden afgevoerd. En dat gaat zeker tot grootschalige overstromingen leiden. Ook wordt er dus veel sneeuw verwacht. En als we ook kijken naar de bijbehorende sneeuwhoeveelheden die worden verwacht, ja, dan komen we toch al snel uit op hoeveelheden in waarschijnlijk vooral Oostenrijk tussen 1 en 2 meter uit. En de sneeuwvalgrens ligt erbij ook nog eens een keer tussen de 1000 en 1200 meter. In een bepaald gebied hier in het Dachstein- en Salzburgerregio zou de sneeuwvalgrens zelfs even naar 800 meter kunnen zakken. En in onze weermodellen zien we ook hoeveelheden die lokaal kunnen oplopen naar meer dan 2 meter sneeuw. Ja, dat zijn toch echt wel behoorlijke hoeveelheden die we ook midden in de winter niet vaak zien. En de lokale weerdiensten hebben daar ook een code rood voor uitgegeven, een weeralarm. En dat gebied begint zo'n beetje in Zuid-Polen en doet ook het zuidoosten van Duitsland, een groot deel van Tsjechië en het noorden van Oostenrijk aan. Maar niet alleen code rood geldt daar, ook een groot gebied eromheen met code oranje, bijvoorbeeld in het noorden van Italië. Ja, echt wel extreem weer in die regio. En als je daar ook zit, moet je ook echt wel rekening houden met extreem veel regen. De achtergrond, zoals hier achter me, gaat echt wel het beeld zijn wat we dit weekend gaan verwachten in die regio. Lokaal meer dan zelfs 400 mm regen. Echt wel een groot overstromingsgevaar. En in de bergen van vooral Oostenrijk valt dus ook behoorlijk wat regen. Ik wens u veel sterkte en succes als u daar zit. Fijne dag.